zaterdag 16 april 2016 een jubileumactiviteit bij Molen de Fortuin in Hattem. De jurering van de cakebakwedstrijd. Cakes met cakemix en meel van de molen. Er waren 15 inzendingen met traditionele cakevormen, ware kunstwerken en veel verschillende en bijzondere smaken. De deelnemers hadden er veel werk van gemaakt. Hartelijk welkom hier op en om de molen en speciaal op onze molenbelt. De werktitel van de wedstrijden zijn Hattem bakt fortuinlijk. Deze ronde is dat cake geweest. Je kunt ook gaan voorstellen aan de jury, uit drie leden. Jurering vindt plaats op vijf punten. De cakes worden beoordeeld op smaak, op vorm, op presentatie en op textuur. Daar worden punten aan toegekend en die worden met elkaar vergeleken en dan komt er een einduitslag aan. Een eerste algemene beoordeling. Het aansnijden van sommige cakes vereiste enig vakmanschap. De molen bevatte nog geen deur, dus die werd er daarom maar ingesneden. Kijk eens, ik leg mijn eens even bovenop. Dit is het. Wat is het? Even matsen ze. Het grote smullen, pardon, deskundig proeven, kan beginnen. Hoe verloopt het tot nu toe? Heel goed, dank u wel. Ja, ja, ja. En, is het ook echt lekker? Het is erg lekker, ik denk. Ja? Ja. Ja. En het is ook erg leuk hoor. Knap voor iedereen gemaakt. Ja. Leuk. Alle ervaringen werden nauwkeurig genoteerd. Hey, een illegaal jurylid. Een laatste gezamenlijk juryoverleg over alle bevindingen. Hoe was het om te jureren? Niet zo makkelijk, maar wel ontzettend leuk. Want je ziet hoe mensen hun best gedaan hebben om lekkere dingen te maken, maar de verscheidenheid was eigenlijk vrij fors. Het uiterlijk was bij heel veel producten heel mooi verzorgd, maar de smaak was bij een aantal echt super. Er zat er één bij, dat was een hele mooie combinatie van sinaasappel en wortel, en dat was smullen. En natuurlijk qua uiterlijk, ja, de molen, zeker hier, die is natuurlijk onopvolgbaar. Vreselijk mooi, ontzettend hard op gewerkt en die verdiende enorme waardering wat betreft het uiterlijk. Ja, we zijn er als jury zijn wij eruit wat, wat de lekkerste en de mooiste cake is. Het was gewoon heel erg lastig. Er waren cakes die zagen er prachtig uit. En natuurlijk qua smaak heel erg tegen. Een beetje tegen. Een beetje tegen. En, maar je kunt gewoon zien, iedereen heeft heel erg zijn best gedaan. En nummer 1, dat is Inge van der Sluis. Oh, heel verrassend qua smaak. Ja, dat heb ik boven. Nou, goed zo. Ik zal het doorgeven. Ja. Nummer 2 is Elise van Leuzen. En nummer 3 is de familie Klein. Zwaar, dat is nummer 6. Dat is nummer 6. Ja, ik vind het altijd erg leuk om het te bakken. Het ja, is altijd wel een hobby van mij geweest. Als ik er een beetje tijd voor heb, dan bak ik graag. Het was een heel bouwwerk. Is dat ingewikkeld? Het valt mee uiteindelijk. Het is vooral even goed nadenken van tevoren. En het is wel eventjes werk. Toen ik zag dat ze een bakwedstrijd gingen uitschrijven, dacht ik, ik ga meteen de molen maken. Of wat is de achtergrond van de smaak? Is daar een bewuste keuze? Ja, ook daar heb ik ook een beetje Hattemse smaak in verwerkt. Jeneverbes heb ik terug laten komen. En een beetje wat diepere smaken ook door het boekwijdmeel dat ik gebruikt heb. Hier van de molen ook.